Eerwaarde medewerker, het gaat helemaal fout met ons geloof. Wat gebeurt er nu overal? Wat is de slogan van de katholieke, heer? De voorzitter van de katholieke partij verkondigt nu het volgende. Wij zijn het sociaal gezicht van de regering. Eerwaarde medewerker, wat is dat nu voor onzin? Dat is toch iets voor socialisten? Wat ga ik nog allemaal moeten meemaken? Kom, roep eens die voorzitter, heer. De voorzitter van de katholieke partij is burgemeester van Bekenstad. En heeft nog een aantal andere functies. Een soort multitasker. Eerwaarde medewerker, wat een onzin. En wat doet die man eigenlijk tegen de oprukkende islamisering? Dat is het probleem. Convoqueer die man onmiddellijk. Ja, heer. U wil geschieden. Ik bel hem dadelijk. Hallo burgemeester. Alarm. Onmiddellijk voor de heer verschijnen. Nu. Burgemeester. Wat gaat u nu doen om de katholieke partij weer naar de stal te brengen? Heer, vergeef mij. Wij zijn van het pad afgeweken. Maar ik heb een plan. Burgemeester, je hebt een immense taak. Blijf op de weg van het christendom. Ik reken op u. Ga en voer uw plan uit. Heer, uw wensen zijn bevelen. Meneer de burgemeester, wat gaat u nu doen? Kunt u dit oplossen? Wilma, ik heb een schitterend idee. Een ingeving van God. Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Oh my God, burgemeester, godverdomme. Nee, dit is fout. Dit is niet goed. Dit is het einde. Wordt vervolgd.